Rutger, de Deltaloid Regatta is begonnen met voor jou een tweede en een vijfde plaats. Dat klinkt nog wel aardig, maar het was wel pittig, hè? Het ging eigenlijk veel beter dan de resultaten waren. Twee keer goed aan de leiding boven, maar twee keer ook goed verprutst. De eerste race sloeg ik om bij de tweede kruisrook tijdens de tech. Ja, dat mag gewoon niet. Dat kan niet. Dus dat is vervelend. Maar daardoor tweede. De tweede wedstrijd lag weer mooi aan de leiding. En toen tweede kruisrak op een of andere manier is mijn kompas losgegaan. En daardoor zag ik ineens andere nummers. En hier in Medemblik vind ik het lekker op de nummers te varen. Aangezien de wind best constant heen en weer oscilleert. Maar werd ik een beetje van mijn padje gebracht dat ik ineens rare nummers zag. Toen dacht ik, ik moet maar een stukje doorvaren naar rechts. Want blijkbaar zitten we in een goede vlaag. Maar dat was compleet niet het geval. En toen ben ik ineens van 1 naar 7. En toen wel weer teruggevaren naar 3. En op het laatste laat ik er nog 2 voor. Word ik 5e. Nou, mag gewoon niet. Gewoon echt slecht. Dus dat is zonde. Je bent net terug uit Mexico waar je een goed WK hebt gevaren. 3e bent geworden. En dan hier dit. Je zit dus eigenlijk wel een beetje in een lekkere flow, zou je kunnen zeggen. Hè? Kun je dat deze week, denk je, meepakken? Lekker flow. Als je 3e, je werd daar toch knap 3e. Ja. Goed meenemen. Het is gewoon even omschakelen. Tijdens zo'n evenement, zo'n WK, dat kost heel veel. Kost mij heel veel energie. En na het einde dan, is er ook even een ontlading en herstel. En nu is het gelijk weer doorpakken. Dus meenemen. Ik probeer het nog even vast te houden. Maar het is niet zoals je zegt. Nee. Wat is je ultieme doel hier dan deze week? Ik wil hier gewoon winnen. En dat eis ik wel van mezelf.